Rinus hier van Droogtrainen Academie. Hoeveel herhalingen per set moet jij doen voor spieropbouw? Die vraag beantwoord ik in deze video. Oké, voordat ik met de uitleg begin van deze video, is het belangrijk om twee dingen te realiseren. De eerste is: hoeveelheid herhalingen per set voor spieropbouw of voor vetvlies, eventueel ook voor onderhoud, zijn exact hetzelfde. Een trainingsschema voor vetvlies en een trainingsschema voor spieropbouw is in essentie niet anders. Wat het verschil is, is dat op het moment dat we vet aan het vliezen zijn, zitten we in een calorietekort en hebben we dus in principe te weinig energie. Op het moment dat we spiermassa willen opbouwen, dan moeten we dus in een overschot zitten. Dat is eigenlijk de ideale situatie om spiermassa op te bouwen. Dan hebben we dus voldoende energie. Op het moment dat jij dus niet zoveel energie hebt, dan kan het zijn dat dat ten koste gaat van jouw prestaties. Dat wil niet zeggen dat dat meteen in het begin is, op het moment dat jij met vetvlies begint. Maar naarmate de tijd vordert, jij steeds meer vetvliest, jij steeds meer stelselmatig te weinig energie binnenkrijgt, kan het zijn dat jij je wat slapper in de gym voelt, dat je prestaties iets achteruit gaan, etc. Een oplossing zou dan kunnen zijn om bijvoorbeeld heel veel koolhydraten rondom je training te eten. Maar prestaties kunnen nou eenmaal achteruit gaan. Op dat moment zou je dus daarop kunnen reageren. Dus dan is het misschien noodzakelijk dat jij iets aan je trainingsschema doet. Alleen in essentie is een trainingsschema en de hoeveelheid reps per set voor vetvlies en voor spieropbouw, die zijn eigenlijk exact hetzelfde. Dus dat trainingsschema zal in essentie hetzelfde beginnen, maar naarmate de tijd vordert, met name in een calorietekort, zal je merken dat je misschien slapper wordt in de gym. En naarmate de tijd vordert in een calorieoverschot, is het de bedoeling dat je juist steeds sterker wordt in de sportschool. Nou, punt nummer 2 is dat er een aantal dingen nodig zijn voor spieropbouw. Hoeveel herhalingen per set jij doet voor spieropbouw is maar een heel klein onderdeel van het grote geheel. Op het moment dat jij spiermassa op wil bouwen, moet jij een aantal dingen doen. 1 is trainen met een trainingsschema. En zorgen dat trainingsschema progressief opgebouwd is. Dus dat daar een progressieve opbouw in is. Dat we iedere keer een klein beetje meer doen om ervoor te zorgen dat we steeds een stukje sterker worden. En dat we dus ons lichaam de bepaalde stress bezorgen om meer spiermassa op te bouwen. Tweede wat wij moeten doen is ervoor zorgen dat we voldoende calorieën eten. Als we ons lichaam in een ideale positie willen brengen om spiermassa op te bouwen, dan is een calorieoverschot, dus meer calorieën eten dan je dagelijks eigenlijk verbruikt, is die ideale positie. Dat lukt niet in een calorietekort. Op onderhoud is ook niet ideaal. Het wil niet zeggen dat het dan niet kan, maar het zijn niet de ideale omstandigheden. Dus wil jij spiermassa opbouwen, dan is het eigenlijk nodig om in een calorieoverschot te eten. Het derde wat we nodig hebben is voldoende proteïne. Dus we moeten zorgen dat in die voeding die wij eten, dat daar voldoende proteïne in zit. Dus dagelijks moeten we gewoon zorgen dat we voldoende proteïne eten. Nou, er zijn nog andere dingen als voldoende water drinken, slaap, goed slapen, dat is een hele belangrijke, et cetera. Maar die dingen zijn minimaal nodig om spiermassa op te bouwen. Nou, hoeveel herhalingen moet je dan per set doen voor spieropbouw? Wat we weten is dat het spectrum heel breed is. Dus als we kijken naar het opbouwen van kracht, hè, dus het echt sterker worden in de gym, dat kan ook in een heel breed spectrum. Maar als we kijken welk herhalingsrange daar het meest geschikt voor is, dan zitten we daar ongeveer tussen de 1 en 5 reps per set. Zijn eigenlijk ideaal om pure kracht op te bouwen. Dus als jij bijvoorbeeld een powerlifter bent en je wil veel sterker worden in bepaalde lifts, dan is het heel belangrijk dat je het grootste deel van jouw sets draait in die 1 tot 5 rep range. Misschien in de 2 tot 5 rep range, want 1 RM's die vergen aardig wat van je energiesystemen. Maar 2 tot 5 reps zou ideaal zijn om echt pure kracht in te trainen. Dat wil niet zeggen dat je in die rep ranges geen spiermassa op kan bouwen. Alleen het is wel minder gericht op hypertrofie. Alles na die 5 reps, dus ongeveer vanaf 6 reps tot ongeveer 20, misschien wel 25 reps, zijn geschikt om spiermassa mee op te bouwen. Dus er is een heel breed spectrum. Je hoort heel vaak dat bijvoorbeeld 8 tot 12 reps ideaal is om spiermassa op te bouwen. Ergens zit er ook een kleine waarheid in, want 8 tot 12 reps is qua tijdefficiënt zijn in de gym, is dat eigenlijk wel ideaal om spiermassa op te bouwen. Maar het wil niet zeggen dat wij alleen maar
sets van 8 tot 12 herhalingen moeten doen en dat ideaal is voor spieropbouw. Onze spieren bestaan uit verschillende spiervezels. Hoofdzakelijk zijn de meeste mensen ongeveer 50-50 type 1 vezels en type 2 vezels. Type 1 noemen we ook wel slow twitch vezels en die reageren over het algemeen beter op lichter gewicht, meer herhalingen. Type 2 vezels noemen we ook wel fast twitch en die hebben ook de meeste potentie om te groeien, dus meer potentie dan die type 1 vezels. En die type 2 vezels die reageren over het algemeen beter op iets zwaarder gewicht. Dus zwaarder gewicht, minder herhalingen. Als we dus onze spiervezels in ons lichaam willen trainen en we willen eigenlijk zo goed mogelijk resultaat, dan is het eigenlijk beter om in verschillende herhalingsranges te trainen. Dus dan kunnen we eigenlijk die hele 6 tot 25 rep range die we ter beschikking hebben, die kunnen we eigenlijk helemaal uitbuiten. Wanneer we dus onze volle potentie willen bereiken en dus zoveel mogelijk spiermassa op willen bouwen, dan is het dus belangrijk dat we eigenlijk een groot deel van onze sets in een rep range draaien die relatief zwaar is. Ja, er is nog nooit iemand in de gym super groot geworden van alleen maar setjes van 25. Ja, en dat is belangrijk om je te realiseren dat type 2 vezels, dus die fast twitch vezels, die reageren over het algemeen beter op zwaarder gewicht. Die hebben ook de meeste reactie en potentie om groter te worden. En dus is het belangrijk dat jij een groot deel van jouw sets zo zwaar mogelijk traint. Dat wil dus zeggen dat jij jouw sets moet onderverdelen in verschillende rep ranges, waarbij het grootste gedeelte misschien wel ergens tussen de 6 en 12 reps zit. Ja, die 12 tot 20 kun je ook gebruiken voor bijvoorbeeld isolatieoefeningen. Denk aan een fly voor je borstspier, etc. Die kun je dus wel gebruiken, maar het is niet de hoofdmoot waar je eigenlijk in zou moeten trainen als jij gaat voor spieropbouw. Als jij echt jouw maximale potentie wil bereiken en jij wil zoveel mogelijk spiermassa opbouwen, dan is het belangrijk dat jij het grootste gedeelte van jouw sets draait in die 6 tot 12 rep range. Waarbij misschien een heel groot gedeelte ook wel ergens tussen de 6 en 8, 6 en 9 rep zit. Waarbij we dus dan meer die type 2 vezels aanspreken. En hoewel we dus eigenlijk de meeste mensen 50-50 zijn in type 1, type 2, zullen die type 2 vezels die zullen toch beter reageren op dat zwaardere gewicht. En die hebben de meeste groeipotentie. Dus uiteindelijk als je dan spiermassa op wil bouwen, is het gewoon belangrijk dat je ergens tussen die 6 en 12 reps jouw meeste sets draait. Dat wil dus niet zeggen dat we die 12 tot 20 of 12 tot 25 rep range, dat we die niet kunnen gebruiken. Dat moeten we juist wel doen. Als we bijvoorbeeld kijken naar je quadriceps, dat zijn de spieren die aan de voorkant van je bovenbeen zitten. Dan weet ik daarvan, ik ben ook personal trainer, dus ik hoor dat eigenlijk ook te weten, maar ik weet daarvan dat de quadricep ongeveer 50-50 type 1 en type 2 vezels zijn. Als ik mijn klanten of mijzelf dan zou willen laten trainen voor spieropbouw en ik zou willen dat die quadricep groeit, dan zou ik dus in een divers spectrum van herhalingen trainen. Waarbij ik me hoofdzakelijk richt op die type 2 vezels, want die hebben de meeste potentie om te groeien. En waarbij ik ook een gedeelte, zeg maar, richting die type 1 vezels ga, om die ook aan te spreken en daar ook, zeg maar, de potentie uit te halen. Nou, hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? Ik zou bijvoorbeeld 3 oefeningen kiezen voor de quadriceps. Stel, ik doe in een week 3 oefeningen en ik kies voor een squat. Ik kies voor een Bulgarian split squat, wat een unilaterale oefening is, dus been voor been. En ik kies voor leg extension. Nou, dat zijn dus 3 oefeningen voor de quadriceps. Dan zou ik er dus voor kunnen kiezen om die squat zwaar te doen. Dus bijvoorbeeld 6 tot 8 herhalingen per set. Dat spreekt dus hoofdzakelijk type 2 vezels mee aan. Dan zou ik ervoor kunnen kiezen om een andere prikkel te geven aan die quadricep door bijvoorbeeld die Bulgarian split squat in de 8 tot 12 herhalingen per set te draaien. En dan zou ik er als derde voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld die isolatieoefening, die leg extension, om die in de 15 tot 20 rep range te trainen. Waarbij ik me dan meer richt op spieruithoudingsvermogen en dus meer richting die type 1 vezel ga.
Uiteindelijk is het belangrijk dat als jij met een trainingsplan aan de slag gaat en jij bent echt bezig om zeg maar spiermassa op te bouwen, wat eigenlijk de reden is waarom we krachttraining doen, ja, dan is het belangrijk dat je dus dat hele spectrum van herhalingsranges, dat je begrijpt hoe dat werkt. Nou, hopelijk doe je dat na deze video. En dat je daar dus ook alle potentie uit gaat halen en dus snapt dat je eigenlijk het grootste gedeelte van je sets in die 6 tot 12 rep range zou moeten trainen om die type 2 vezels aan te spreken waar de meeste groeipotentie in zit. En dan een gedeelte te trainen in die 12 tot 25 rep range om ervoor te zorgen dat je ook op spieruithoudingsvermogen traint en dan meer richting die type 1 vezel traint om die aan te spreken en daar ook de maximale potentie uit te halen. Nou, als je dit begrijpt over bepaalde herhalingen per set voor spieropbouw, want daar ging deze video natuurlijk over, dan ben je al een heel stuk verder dan de meeste mensen. Ja, heel veel mensen houden krampachtig vast aan die 8 tot 12 reps per set. Ja? Luister naar dit verhaal, kijk eventueel de video nog een keer terug, maar dan zal je begrijpen dat je eigenlijk in een breed spectrum moet trainen om ervoor te zorgen dat je spiergroei kan maximaliseren. Nou, dit was hem voor deze video. Vind je dat soort video's nou interessant? Abonneer dan op ons kanaal en druk even op de notificatiebel. Dan krijg je altijd een melding als wij een nieuwe video posten. Like deze video even, daar help je mij dan weer mee. Mij en Henry moet ik zeggen. En onder deze video vind je een aantal links richting onze programma's en met name richting onze trainingsschema templates. Dat zijn templates die, waarbij we 6 weken keihard trainen en 1 week week trainen waarin we minder volume pakken. Dat schema hebben wij zo opgesteld dat jij daar niet zelf heel erg over na hoeft te denken. Dus zowel herhalingsranges, oefeningen, sets, reps, alles erop en eraan is allemaal voor jou uitgedacht. Het enige wat jij moet doen is kiezen tussen 140 plus oefeningen die jij graag in dat schema in zou willen vullen waarmee je dus wilt trainen. Dan doorloop je dat hele schema en zelfs dat progressief trainen wat je eigenlijk nodig hebt om progressie te kunnen blijven maken, dat is in dat trainingstemplate is dat verwerkt. Dus vind je dat interessant? Train je nu dus zonder trainingsschema of misschien met een trainingsschema waarvan je niet echt weet of dat nou wel een goed trainingsschema is? Kijk dan eens naar de DTA Workout Builder template. Die staan de link onder deze video en dan kun je daarmee aan de slag. Nou, bedankt voor het kijken. Zie jou in de volgende video.